In het filmpje van gisteren had ik het over Gerard Cox en ik vertelde dat hij een van mijn twee grote leermeesters in het vak is geweest. En dus kreeg ik van iedereen commentaar, wie was dan die andere grote leermeester? Ja, dat was niet zo slim van mij. Dus goedmakertje, ik ga nu die naam noemen. Alleen, ik denk niet dat veel van jullie hem nog kennen, want dit is erg lang geleden. Dat was Cito Hoving. Cito was de voorloper van de grote cabaretgolf van de jaren 60 en het was een conferencier, nou zeker van het niveau Wim Kan, alleen hij had een veel minder breed publiek omdat hij zeer belezen en zeer onderlegd en zeer intellectueel was in zijn grappen. En ja, dan heb je een heel goed, maar wat kleiner publiek. Vanaf 1957 tot ik denk 1987 had hij theater Tingeltangel, dat was ook zijn eigendom van hem en zijn vrouw Marijke, in Amsterdam, hartje Amsterdam. Het is nu het Betty Asphalt complex. En daar hadden ze ieder jaar in het programma een gast. En dat waren grote namen hoor. In het begin was dat Connie Stewart zat erbij. Adele Bloemendaal heeft een jaar meegelopen. Harry Saxioni. En de laatste naam, dat was niet zo'n grote naam, was een ventje van 25. Dat was me. Dus ik heb een jaar lang mee mogen lopen met een van de grootste conferenciers van Nederland. Wat erg mooi was, want dat wilde ik namelijk ook worden. En die man hield conferences van nou wel 20, 25 minuten. En dan vroeg je na afloop aan het publiek, hoe lang denk je dat die geduurd hebben? Nou, zeker wel 10 minuten. Zo goed was die man. En ik stond als broekie in de coulissen met pen en papier aantekeningen te maken. En na afloop zei hij dan en dan zei ik, nou ja, die grap vertelde je gisteren net iets anders. Ik dacht dat dat misschien iets beter was. Oh, oké. En die grap deed het heel goed, nou enzovoorts. En een paar jaar later ging ik met hem mee toen hij een conferentie ging doen op een bedrijfsfeest voor de directie. En hij maakt zijn koffertje op en trekt daar de papieren met mijn aantekening erop uit. En ik was nogal verbaasd. Die man was dus zo groot dat hij zich niet verheven achtte boven het benutten van de aantekeningen van een broekje van 25. Nou, dat vind ik dus echt groot. Ja, hij zei tegen mij, ja, maar ja, het is toch met liefde geschreven? Ja, Cito, dat was het.